Hoi, welkom bij deze woensdagmiddag is het al. Dat is het, hè? Kindjes zijn weer terug, van weg geweest. Hè? Kijk, je niet gezien, hè? Borisje. Ja, Boris is nog een beetje hyperactief. Die heeft vandaag in de schuur gezeten. Maar even staan, Brak, want dat is misschien wel veiliger. Want Boris is zo hyperactief. Die heeft in de schuur gezeten. Die mag nu eigenlijk naar binnen. Die is helemaal blij. Klein blij ei. Boris, niet in de snoep. Boris. Dus ja, de kindjes zijn weer terug. Vandaag gewerkt. Opgehaald bij de gastouder. Alle spullen die ze dan meekrijgen vanaf mijn vader. Plus mijn werktas. Gaan we even opruimen. Opruimen. Oh, mijn shirt naar beneden. Brukje is heel erg moe. En dan gaan we straks lekker aan het eten beginnen. Hè? Heb je al een beetje honger? Ja? Wat ben jij nou aan het klieren, Miri? Ga gewoon even lekker weg. Ja, waar het is. Ik ben aan het koken nu. Kinderen zijn helemaal lekker in hun eigen kamertje. En Pascal is onderweg tegen André en Fleur. En we gaan dit eten. Maar ik ben ermee bezig. En kijk, zo mooi. Ik weet niet wat de kamer te kijken op. Kijk eens hoe mooi. Echt. Wauw. Ik moet eerlijk zeggen dat de camera het niet echt justice doet. Het is echt een soort van ombre. Ombre luchtje. Ik vind het wel iets beter. Kijk nou, mooi. Maar goed, ik ben dus aan het koken en ik heb weer dus een receptje. Ik heb hem ook al gelinkt in mijn boodschapshoplogje. Maar de. Dus het. Ovenschotel van rode kool, knolselderij en walnoten. Ziet er lekker uit. En ik moet zeggen, mijn rookworstjes staan te warmen. Ik weet niet of iemand dit echt gaat zien. Maar volgens mij komt het wel goed uit. Ik had zelfs een beetje rode kool en aardappel over. Dus denk ik dat apart ga doen voor als ik weer eens een keertje avonddienst heb. Of misschien als vanmorgenmiddag of zo. Weet je, als ik zelf een keertje gewoon lekker thuis aan mijn kant opwarmen. Helemaal fijn. Als het best een keer alleen is. Oh, dat is een goed idee. Gaat ze maar even in de koelkast. Dan ga ik lekker vast aardig opruimen. Dan is het merendeel heel opgeruimd. Gaat lekker. Ik moet zeggen, normaal gesproken zijn de kinderen echt super hyper de pieper als ze van hun vader terugkomen. Maar nu zijn ze relaxed en chill. Zo. Moeders is klaar. Ik heb vanochtend 3 kinderen wakker gemaakt, aangekleed, eten gegeven, schoolspullen voor ingepakt en naar 2 verschillende scholen gebracht. En toen moest ik terug, want toen ging ze de cv-ketel maken. Normaal gesproken rijd ik altijd gelijk door vanaf school of op mijn boodschappen. Boodschappen, dag is altijd donderdag, hè. En dat moest ik natuurlijk niet. Dus eerder ik was in de stad, als mijn boodschappen was, echt wel 10:30. En ik moest naar zowel de Lil als hier, maar wat van het weekend is meezuigen. Dus er moesten taartjes gehaald worden en eten en drinken en chipjes. En ik heb met overal een boodschapshopblokje van gemaakt. Als je die gemist hebt, zet ik me even ergens hier zo. Of hier, het is hier zo zeker. En heb ik al opgeruimd. Het bleek er heel veel te hebben, dus ik moet ook echt wel eventjes een keer de voorraadkast en de koelkast even, in ieder geval de vriezer goed uitruimen. Ik ben nog naar zo'n kruidvat geweest, daar heb ik douchegel gehaald, body lotion, extra tandpasta was op en dat was nu een leuke aanbieding voor. En, wat heb ik meer gedaan? Oh, ik ben nog naar zo'n blokker geweest, want ik heb geen schaaltjes meer waar je je theezakje op kan neerleggen. Virtual problems. Dus dat dacht ik, en toen zag ik gelijk van die Systema, die kan ik wel even laten zien. Oh, Logan & Brooke hebben ze nu mee. Zij hebben die side-by-side halve van deze bakjes met een dekseltje erop. En die zag ik nu staan en die hebben ze niet altijd. Dus ik heb een roze en een paarse gekocht. Want Burke heeft nu een doorzichtig met een groen randje en Logan heeft een compleet blauwe. En ik dacht, ja, tegenwoordig brengen we Fleur ook wel vaak naar school. Dus dan kan zij of een roze of een paarse en dan kan Burke de andere. En dan heb ik een groene voor Nijden mijn werk. Want ik heb ook groene bakjes nu voor mijn lunch. Dus heel verhaal. Voordeel is wel, als je zelf een boodschap hebt gedaan, ik kan voor zowel de Lidl als voor de Jumbo spaaracties meedoen. De kinderen willen natuurlijk de knuffeltjes en ik wil graag een nieuwe pan. En ik moet nog even aan mijn ouders allemaal en oma vragen dat ze de Albert Heijn zegeltjes willen sparen. Want er zitten natuurlijk nu voetbalplaatjes bij en die willen we ook gaan sparen. Dat is het probleem als je een beetje zoveel kinderen hebt, dan willen ze altijd wel wat. Ondertussen staat ook mijn leftovers van gisteravond klaar. Die heb ik even snel opgewarmd. En, want ik moet over...
Nou, een kwartiertje, 20 minuten. Over om de kinderen. Dus ja, een drukke dag, maar wel blij. Oh, weet je wat ik ook heb gekocht? Zo leuk. Ik ben echt geen eten, hè? Bij de Blokker. Dat was echt 99 cent of zo. Voor 12 kleurpels. Dat dacht ik, die ga ik lekker zelf houden. En dan kan ik in mijn agenda kleuren. Wanneer ik ooit de tijd weer heb. Helemaal leuk. Lord have mercy. Ik ging de kindjes ophalen en het was een beetje chaos. Het thema van vandaag. En Brooke komt binnen. Mama, mag ik met Dini spelen? Ja, dat mag wel. Dus ik loop even naar de moeder toe kijken. Bij haar ook al. En terwijl ik aan het lopen ben, komt Brooke met een vriendje. Mama, mag Dini bij ons spelen? Of mag ik met Dini spelen? Ah ja, dat kan ook wel. Maar ik wil heel even eerst even dit en dan even dat. Puntje bepaald, de speeltjes allebei bij ons. Dus het geeft zich niet, maar mijn auto vol zegt, joh, het lijkt wel een kinderfeestje. Maar Logan is met zijn vriendje nu naar buiten. Die ging naar de hut. Dat vind ik een klein beetje spannend, want ik zei, je mag in de spullen in de schuur pakken, maar je mag niet bij Pascal's spullen. Dus natuurlijk gewoon nu is die muur doorgebroken en dan kan je ze in principe ook gewoon bij de, ja, grasmaaier en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk toch wel zo'n voertuigen. Ja, dan hangt de camera hoor. Maar goed, ja. Dus, daar is hij dus nu mee bezig. En ik heb Boris maar even in die schuur gedaan. Want ik denk, ja, ze zijn alle twee, de kindjes zijn bang voor grote honden. Nou ja, Boris is best wel een flink enthousiaste pup. Dus ook maar even weggedaan. En toen kwamen we natuurlijk net naar buiten. Ik ben dan gelijk een beetje aan het kijken als ze aan het uitspoken zijn. Ze zijn een soort van spoorzoekertje rond de schuur aan het doen. Dat heel handig is, weet ik ook nog. Boris pupt er nog wel eens. Ze gingen dus bij kikkers kijken en ze lekker aan het kleren. Dus ja, maar goed, ik heb ook een klein stukje gefilmd van hoe hectisch het was toen ze binnenkwamen. Zo had ik eigenlijk allemaal gelijk alle kanten op. En ik wou echt even dronken wat eten, want ik kan straks vier keer op een apart moment limonade aan het maken ben. Volgens mij gaat dat wel goed in de schuur. Dus ja. Ik zit te kijken naar. Worden ze een soort van mini-schaven. Ja, dat is wel heel fel. Het zonnetje schijnt ook wel heel goed. Kijk, ik kan het al zien. Hij zit dus daar. En die schapen. Ik zit iedere keer dus rondjes aan het rennen. Kijk. En dan gaat hij blaffen. En hij heeft helemaal niet zin om te kwispelen met zijn staartje. Nou, gaan die schapen natuurlijk niet doen als ik het op film heb. Oké, daar gaan ze. Ja. En dan gaan ze rennen. En dan zit hij te kijken. Dus hij heeft het al een paar keer gedaan. Hij zegt tegen mij dat hij, oh nee, weg. Dan moet je daar niet staan. Goed zo, ga maar weg. Hilarisch. Goedemorgen en welkom bij deze vrijdagmorgen. De laatste dagje voor het weekend. We zijn er aan het zoeken. Ik was echt wel heel gaar. Even drinken. Dus ja. Gelukkig voor Brooke maar een half dagje en voor Logan een hele. Mijn moeder komt weer straks zoals altijd. Eigenlijk altijd om te vrijdag of zo. Dus ja. Ik weet niet wat we vanmiddag gaan doen, we zullen wel iets gaan ondernemen. Mijn moeder is meestal niet iemand die heel graag de hele dag thuis wil huppelen. En dat snap ik ook. En de kinderen hebben gisteren al vriendjes gehad, dus ik denk dat we moeten gaan. Dus ja. Het is nu alweer bijna 1:30. Er gebeurt echt heel erg veel bijzonders. We hebben bijgekletst, mijn moeder en ik. En ze zijn hier boven aan het spelen uit het keukentje. En we gaan zo blokken. En dan gaan we waarschijnlijk op zoek naar een klamboe. Want ik begreep mijn moeder niet zou meenemen. Maar die had ze dus niet mee. Ze stuurde alleen bonus van door. En Brooke dacht dat ze een klamboe zou krijgen. Dus ik heb gezegd, nou, dan gaan we vanmiddag even kijken. Loma had dan nog wat van zijn zak gaat uitgeven. Dus dat komt helemaal goed. Dus ja, twee tranquilo. Lekker geluncht. Haar kostjes op. Dus. We zijn jullie over aan het vergaderen. Echt waar? Nou, kom op dan. Dan ga je van je eigen geld kopen. Kom maar heen. Mooie bamboe. Dus dan doe je niks kopen. Tik hem aan. Gaan we zo bij de andere niet kijken. Let's go dan. Die kant op. Kijk maar heel goed. Ik ga lippen. En deze drie waren.
Nou, ja, geen idee. Je loopt langs een hele grote stapel poppen. En daar ook, ja. Ik denk dat we wel gevonden hebben wat Fluxus voor de verjaardag wil. Het LOL poppenhuis. Oh, dat is zeker een mooi setje. Hier hebben we een pyjama's. Kijk. Kijk, dit is een leuk pyjamaatje. Ook een leuk pyjamaatje. Deze. Nu, wat is het geworden? Oh ja, en jij? Eigen. Oh, van jullie eigen tentje. Ja, dat denk ik ook. Kijk, dan is het weer dus een beetje de moeite waard, want dat was mannen te vouwen. Zeg, dat is wel best wel fijn wat jij bent. Nee, ik ben er klaar. Oh, je bent helemaal klaar. We kijken nog wel draaien. Wow, dat vind ik wel echt heel goed. Maar die doos, ja, die je vanmiddag heeft, die is nog maar... Is die voor 6 plus, of was die dan? 7 plus! Waar? Gewoon voor 7 plus. Hier? Is toch niet Aquaman? Aquaman. Daar zo. Hier zo. Aquaman. Oh, ja. Ja, met z'n driekant naast hem. Ja, oh, joh. Hoe doe je dit ook met z'n driekant? Super gaaf, man. Ja, dat is waar. Die is ook zo'n driekant. Jeetje, welke. Knap hoor, van jou. Ik vind het super knap. Ik zie jij dan weer met een nerfgeweer. Pas op, die kan echt schieten, schatje. Broer Koen, dit is zijn poes Noor. Koen is dik. En Noor ook. Bij Koen is een koe. Er is ook een kip. De koe is van bij de dijk.